We gaan naar Dordrecht, waar we een bijzonder bedrijf bezoeken dat u een warm thuisgevoel kan geven in deze donkere dagen. We spreken met de heer De Vouw, een ervaringsdeskundige op het gebied van traprenovatie en vloeren. Traprenovatie is ons core business. Wij zijn uitgegroeid tot een van de grotere bedrijven in trapbekleding. En dat komt omdat we daar specifiek mee bezig zijn. Onze jongens die zijn daar dag in dag uit mee bezig. Ik heb jarenlang ervaring in de trapbekleding, ontstaan in 2000. Daarvoor was ik parketeur. Ik had het idee dat er wel wat iets op de trap mocht geplaatst worden, anders dan vloerbedekking, zeil of marmeleum. Ik was een vloer aan het leggen bij een klant, een hele mooie vloer. Die klant zelf koos ervoor om vloerbedekking te nemen. Dat strookte echt niet met hetzelfde materiaal. En ja, toen kwam ik op het idee van, denk, dat moet anders kunnen. Dus vandaar dat ik iets gezocht heb wat in hetzelfde materiaal leefbaar is. Wij zijn een bedrijf in trappenkleding, maar we verkopen alle materialen. Heel veel bedrijven specificeren zich helemaal alleen op één materiaal. Wij hebben alle materialen. Waardoor de klant zelf de keuze heeft om iets moois uit te zoeken wat bij hun het beste past. Daarnaast hebben wij een eigen lijn in hout opgericht. Verschillende oppervlaktebewerkingen, verschillende oliekleuren. Daar zijn we heel groot geworden. Daarbij kunnen wij ook de vloer in dezelfde kleur of afwerking leveren, waardoor je een heel mooi product krijgt. Trends van dit moment zijn de stookborden, kunnen we verschillende kleuren leveren. En dat maakt de trap natuurlijk wel mooier. In plaats van alles uit één stuk, kunnen we ook een wit stookbord nemen of een RVS stookbord. Een stookbord is hetgene waar je tegenaan schopt, zeg maar. Daarnaast RVS leuningen, maak het plaatje helemaal compleet. Of LED-verlichting. En LED-verlichting is in deze donkere dagen natuurlijk ontzettend makkelijk, maar ook heel erg mooi. De LED-verlichting kunnen we op verschillende manieren plaatsen. De LED-verlichting kunnen we onder de traptreden plaatsen, dus weggewerkt. Maar je kunt hem ook in de treden laten frezen. 2015 zijn de toekomstplannen. Wij gaan nog meer kleuren fabriceren. Oppervlaktebehandelingen worden ook aangepast op de wens van 2015. En daarnaast willen wij nog meer producten op de markt zetten die eigenlijk met elkaar te maken hebben in de woning. Mensen zijn hier welkom om hier te komen kijken. En dat is eigenlijk omdat we een grote showroom hebben. En dan kunnen mensen objectief zien hoe een trapbekleding eigenlijk eruit ziet.